Het AFAS trainingscomplex in Weidewormer. Jong AZ tegen Telstar. Met de Witte Leeuwen in balbezit. Giustis die de bal aan Gleiner plat geeft. Maar die krijgt er geen controle over. En vervolgens simpel opgepikt door keeper Sam Westerveld. In de derde minuut van de wedstrijd. Gebeurt niet zoveel in de eerste helft. We maken een sprong naar de 30ste minuut. Met de aanval van Jong AZ. Dat dan voor het eerst iets laat zien. Althans, dat wil het. Maar Griffith gestuit door verdediger Özgür Aktaş. Dan een paar minuten later Telstar weer. Met deze voorzet die niet goed verwerkt wordt door Misha Engel. En dan is dit eigenlijk het gevaarlijkste moment in de wedstrijd tot dan toe. De poging van Jay Kruiver. En vervolgens ontstaat er consternatie. Want buiten beeld is een ballenjongen in elkaar gezakt. En is er even 4 minuten oponthoud. Hij wordt door de EHBO weer opgelapt en afgevoerd. En gelukkig maar, want het zag er even vervelend uit. Vlak voor rust. Deze aanval van AZ met Zico Buurmeester. Griffith aangespeeld. Komt daar niet tussendoor. De bal terug bij Griffith die veel vrijheid heeft. En hier Suleiman Alouche. De topscorer van Jong AZ met 5 doelpunten, maar dit doet hij niet heel overtuigend. In zijn 50ste wedstrijd voor Jong AZ. Lekkere actie van Jonathan Mulder in de tweede helft. Legt de bal neer bij Giustis. En dan daar David Min, die dit wel een stuk beter had willen doen. Maarten Martens, trainer van Jong AZ, ziet dat Telstar beter is. Maar niet tot scoren komt. Evenals zijn eigen ploeg. Nog steeds 0-0. Daar is David Min weer. Maar een goede ingreep van Luc Postma. Die de bal tot corner verwerkt. Is er precies op tijd bij. Voor de ploeg van Mike Snoei. Telstar meldt zich dan Giustis voor die hoekschop. En de kopbal van Aktaş. De verdediger dus. Grootste kans in de wedstrijd tot dan toe. De redding van Westerveld. Die er net een handje tegenaan krijgt. De aanval van Telstar loopt nog door. Dit is de voorzet van Tom Overtoom. Westerveld glijdt onderuit, maar gevaar levert dit verder niet meer op. 73ste minuut, weer Telstar. Met Ben Sabou ingevallen in de tweede helft. De sliding is daar van een andere invaller, Pavlidis. En dan is hier Giustis, die wordt onderuit gelopen door Alouche. En dat betekent een vrije trap voor de Witte Leeuwen. De bal niet geraakt. Wel Giustis op de hakken getrapt. Ben Sabou meldt zich voor de vrije trap. Ja, en dit is een duidelijke handsbal van aanvoerder Fedde de Jong. Scheidsrechter Michael Eigelsheim wijst naar die stip. Ja, die bal wordt gewoon met elleboog geraakt. Duidelijk geen geval van de arm langs het lichaam. Giustis meldt zich voor de strafschop, want Plet is al gewisseld. Westerveld gaat de goede kant op. En brengt redding. Telstar krijgt niet de voorsprong die het verdient. 82ste minuut, Ben Sabou. Makkelijk balletje voor Westerveld. En dit is... Even later, opnieuw komt de bal bij Ben Sabou, maar weer zal Westerveld hier niet van gaan zweten. Dan zitten we in minuut 85 met Jong AZ. Met de Amerikaan Pineda's, die als invaller kwam in de tweede helft. Goede voorzet geeft hij. En Griffith ziet zijn schot meteen gekraakt worden. Nog altijd geen doelpunten in Weidewormer. Gaat de goal dan nog vallen? Ben Sabou met het schot. En de bal voor de lijn weggehaald door Misha Engel. En zo blijft het dus 0-0 bij Jong AZ tegen Telstar. Hoewel Telstar wel de grootste kans had en ook nog een penalty miste.